Onze hoofdtoepassing voor Nestaan sprayschuim in de Belgische markt is voornamelijk het isoleren van vloeren. Dit houdt in dat bij de nieuwbouw van een huis over de leidingen, over de afvoer, een laag polyurethaan gespoten wordt. Deze laag polyurethaan heeft twee doelen: om de leidingen uit te vlakken, maar ook om isolatiewaarde te creëren. Door de huidige isolatienormen is de vraag ontzettend toegenomen. En onze klanten zijn in principe alle mensen die huizen bouwen. Dus dat zijn de grote aannemers en de kleine aannemers. Nestaan levert aan een professionele verwerker. En deze verwerker werkt in principe voor de aannemers. Nestaan is heel erg bezig met de klant in België. Dat is voor ons heel belangrijk. Wij vinden het heel voornaam dat we een toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat gaat niet alleen aan het leveren van vaten, maar ook de klant behulpzaam zijn met de eventuele opstart, begeleiding, wijzen op subsidies. Het gaat echt een stuk verder dan alleen het leveren van chemicaliën. Wij doen op regelmatige basis doen wij voor klanten stukken schuim testen op belangrijke testen. En dan moet je denken aan isolatiewaarden, drukvastheden, vervorming onder druk, gesloten cellen. Dat zijn allemaal parameters die belangrijk zijn om goed isolatieschuim te maken. Daar maken wij rapporten van, die geven wij onder onze klanten. Wij analyseren dat ook van alle testen die wij op jaar doen. Dus we hebben daar een heel goed zicht over de producten die we geleverd hebben. Voor ons is dat belangrijk om de klanten een optimale service te kunnen geven. Nestaan is opgenomen in de EPB databank. Zodra je daarin opgenomen bent, komt je product in aanmerking voor subsidie. Nestaan is het enige polyurethaan isolatiemateriaal wat met een geldige opname op dit moment in die databank vermeld staat. En voor de klant en voor de eindverbruiker is het heel voornaam dat je gebruik kunt maken van de subsidies. Wij hebben grote klanten en kleine klanten. We hebben klanten die volle vrachtwagens vat afnemen. We hebben klanten die nemen 1+1 vat af. Ze zijn voor ons allemaal belangrijk. We begeleiden die mensen. We staan klaar als er vragen zijn. We doen onderzoeken voor ze. Ja, we proberen ze op de hoogte te houden. Nestaan gaat nu een producenten-ATG halen waar onze klanten zich kunnen aansluiten. Zodat ze ook een technische goedkeuring voor België in bezit kunnen krijgen. En we proberen daarmee zo klantvriendelijk te zijn. We zijn 10 jaar geleden begonnen met systemen te leveren voor het isoleren van vloeren. Dat ging toen heel beperkt. Tegenwoordig gaat dat in grote hoeveelheden. Er zijn ook kansen in na-isolatie, het isoleren van zolders, het isoleren van kruipruimtes als er een kruipruimte beschikbaar is om de vloer van de onderkant te isoleren. Er zijn mogelijkheden tot het isoleren van spouwen van huizen, zodat er energie bespaard kan worden, zodat het comfort van de huizen naar boven gaat. Daar zijn nog hele vele uitdagingen en hele vele mogelijkheden. Het leuke bij Nestaan is dat we met een kleine groep mensen heel veel presteren. En dat we klanten hebben die heel enthousiast zijn en die graag met onze producten werken en daardoor goede kwaliteit kunnen maken in de markt. En dat maakt het voor ons leuk om daarmee bezig te zijn.